Hey, Feline. Mm-hmm. Ik heb Femke gesproken. Ja. En ik heb Dylan gesproken. Ja. En die hebben mij best wel hele heftige dingen verteld. Mm-hmm. Hoe vind jij het in de klas? Ik vind het niet fijn. Nee, dat snap ik. Ja. Hey, en wat is dat Feline-virus? Dan als ik bijvoorbeeld zo aanraak. Ja. Dan doet die weer zo eeuw en dan smeert ze weer aan iemand anders. En zo gaat het toch heel de klas. Op een gegeven moment wordt het op de grond gesmeerd en dan wil niemand daar meer staan. Maar jij bent toch helemaal niet vies? Nee. Waarom doen ze eeuw van jou? Dat weet ik dus ook niet. Waarom word jij gepest? Weet ik niet. Heb je het wel eens gevraagd? Nee. Heb je zelf een idee? Nee. Lok je het wel eens uit? Ben je zelf misschien ook stiekem heel irritant? Nee. Heb je wel eens gezegd gewoon tegen de pesters zelf, jullie moeten hiermee stoppen? Nee. En waarom niet? Dat durf ik niet. En waar ben je bang voor dan? Dat ze me gaan slaan. Gebeurt dat wel eens? Ja? Ben je wel eens geslagen? Echt waar? Ach, lieverd. Niemand mag jou slaan, hè? Wist je dat? Ach. En is er dan niemand van jouw klas die op dat moment zegt... jongens, jullie moeten kappen? Femke. Femke, die komt voor je op. En helpt dat dan? Voel je je bij haar veilig? Maar de hele klas zou voor je moeten opkomen natuurlijk.